Goedemorgen, het is kort over 9. Ik ben iets later opgestaan, maar fine. Mijn spierpijn begint wel heel serieus te worden. Ken je dat gevoel van dat je als een ommetje opstaat, gaat zitten? Als ik loop, dan is het oké. Als ik lig, is het oké. Maar echt als opstaan en weer gaan zitten, oh, painful. Ik ben heel even snel aan het ontbijten met havermout en daarna de motorbike terugbrengen en op naar de haven. We gaan weer op pad. Op naar Rainy Beach. Riley, en kijk eens wat ik tegenkom. Of wie ik tegenkom. Hé, hey, poppetje. Gossie, kijk dan. Ze is zo inie mini. Ze of hij? Ik weet het niet. Hallo. Wauw. Kijk wat een klein koppie, joh. Hé. Hey. Kijk eens. Hey, pretty. Gossie. Ze heeft een bandje om, dus ik heb niet het idee dat ze een zwerfkatje is of zo. Oh, wat klein joh. Jeetje. Kijk dan. Oh, wat schattig. Oh, ik laat ze schrikken. Oh. Ik wil even kijken of we naar Rainy East kunnen. Daar ben ik vorige keer niet geweest. Er schijnt ook een strand te zijn. Of hier. Dit. Pranang Cave Beach. Volgens mij moet je daar naartoe kunnen lopen. Oeh, deze weg ziet er wel erg cool uit. Super gaaf. Ik loop al de hele tijd langs die grot. En ik dacht, ja, een grotje vinden jullie vast niet boeiend. Maar het is echt de hele tijd zo. Kijk dan. Dit is heel vet. Wauw. En er waren ook allemaal apen. Vlakbij me. Dit is super mooi. Kijk dan. Oh, hier kan je ook rotsklimmen. Gaaf. Ik heb net geïnformeerd over hoe het in elkaar zit en wat je allemaal kan doen. Ik wil het echt nog wel doen, maar later, misschien als ik terug ben van Koh Phi Phi of zo. Super vet. Wow, check dit. Het ziet er wel erg cool uit. Ik ga even een plekje zoeken om te liggen. Kijk, deze zag ik dus gisteren ook in het water. Maar deze schijnen dus geen pijn te doen. En hij vloog net over mijn voet, dus het is oké. Okay. Kijk dan, hij probeert terug te zitten. Nu, niet op mijn voeten. Nu. Ondanks dat het misschien niet steekt, voel ik er niks voor. Kijk dan hoe groot. Oh man, apen. Overal. En dit vind ik dus echt geen relaxed afstand. En ik moet daar doorheen. Help. Calm and assertive is het toch? Calm and assertive. Denk je dat ik er doorheen kom? Oké. Okay. En ze waren net ook al een beetje aan het vechten. En er zijn jonkies en zo. Ik vind dit echt zeer slechte omstandigheden om door apen heen te gaan. Maar ik wil eten. Mijn honger is groter dan mijn angst. Oh, gossie, het zijn baby's. Oké, ik ga mijn camera nu wegdoen, want ze grist het zo uit je handen. Je ziet zo of ik het heb overleefd. Wat een opluchting. Ik vind apen oprecht gewoon eng. Ik bedoel, als je ze in een dierentuin ziet, dan zijn ze heel lief en schattig. Maar in dit soort orde, dan pakken ze je spullen af, kunnen ze je bijten en dat soort dingen. Nou, gelukkig ben ik niet het enige die er bang voor is. Er kwam echt zo'n grote gast. Ik overdrijf niet. Zo'n grote gast. En die durfde er ook niet zomaar doorheen. Die was er ook zeg maar een beetje zo omheen gelopen. En die heeft mij er toen doorheen geloodst. Om ook dezelfde route te lopen. Vooral als ze kleintjes hebben of zo.
zijn echt geen lief beestjes. Ik voel me serieus alsof ik in de tv ben gekropen en bij National Geographic ben beland of zo. Ik was net aan het lopen en ik had een jongen ontmoet, was een beetje gewoon aan het kletsen. En we zien zo'n groot salamander als mijn onderarm, om het zo maar te zeggen. Hij was groter, maar laten we even mijn onderarm als eikpunt houden. Ik was echt zo blij dat de jongen erbij was. Die jaagde hem weg, maar ik dacht echt, ik zou denk ik niet overleven op dit eiland. Zeg. Ik, weet je, avontuur is leuk, beesten zijn leuk. Maar ik ben geen Bear Grylls of zo, weet je. Laten we gewoon realistisch blijven en zo. Ik zit hier bij de goddelijke Indian. Ik heb nu een andere curry iets besteld. Geen idee, er zit in ieder geval paneer in wat ik vet lekker vind. En nog een naanbroodje. Yum, come to mama. Dit eten is zo geweldig dat ik een aanbevelingsbriefje heb geschreven die ze bij de menukaart kunnen bijvoegen. Dit is het minste wat ik kan doen. Dit eten is zo mindblowing. Je moet hier eten als je op Riley komt. En van Indian houdt natuurlijk. Het is dit restaurant trouwens, Koh-i-Noor. Laat je vooral niet afleiden door de pizza en de spaghetti, want hun Indian food is geweldig. Ze zijn zelfs nummer 2 op TripAdvisor op Riley. Heel schattig, die man zei, oh, als je het eten zo lekker vindt, wil je ons dan please een review geven op TripAdvisor? Ik zei, tuurlijk, duh. Dus, op TripAdvisor kan je ze ook vinden. Ik eet alleen ijsjes wanneer het heel warm is. En dit is mijn eerste ijsje sinds Hongkong. Nou, zo lang is het ook niet geleden. Deze keer een passievruchtenijsje. Voor de dames, ik heb even wat eye candy voor jullie. Natuurlijk is Stefan voor mij de liefste en de mooiste, maar hey. Weet je, de uitzicht is niet verkeerd of zo. Oh, en dames, ik hoor net dat ze Nederlands zijn. Dus mochten jullie een van deze twee exemplaren in Nederland willen scoren, dan weten jullie nu hoe ze eruit zien. Oh, ze gaan rennen. Yes, run. Goed zo. Dames, ik heb gevraagd of ik even wat close-up shots van ze mag. Kijk eens, sixpack 1, sixpack 2. Ja. Ja. Flex hem maar. Geweldig. Hoe heet jullie eigenlijk? Danny. Danny? Uit Ede. Danny? Uit Ede. Simon uit Ede. Ze zijn oorspronkelijk Italiaans. Toch? Juist. Ja, dus... Reis in Azië. Wanneer zijn jullie terug in Nederland? Eind augustus. Dan zijn ze weer helemaal voor jullie, dames. Arrivederci. Ciao. Yes. Ik ben weer terug in Aonang en ik heb bij mijn favoriete shake tentje een lemon shake gehaald. Ik heb zo zin in. Het is echt heel warm vandaag. Lekker. Ik ben naar de kamer teruggegaan omdat ik zo moe was. En terwijl ik met Stefan aan het bellen was, viel ik al bijna in slaap. Dus ik ben rond ongeveer 6 uur ben ik gaan slapen en tegen 8 uur, het is nu bijna 8:30, heb ik mezelf echt met moeite wakker gemaakt. Ik ga vanavond echt even een beetje op tijd naar bed. Maar, Holland, we have a problem. Ik kan mijn pinpas niet vinden. Ik heb alles overhoop gehaald waar die zou kunnen liggen. De laatste keer dat ik gepind heb is toen op het vliegveld in Chiang Mai. Daarna zou ik hem niet gebruikt moeten hebben. Maar hij ligt niet op de gewone plek. Hij ligt niet in mijn portemonnee. Er zijn echt maar 4 plekken of zo waar ik mijn geld bewaar. Ik kan me iets herinneren dat ik bij mezelf dacht, oh, dit is echt onverantwoordelijk dat ik mijn pinpas hier laat. Ik kan me even niet herinneren wanneer dat was en waar die is. Obviously, ik kan hem nu niet vinden. Natuurlijk heb ik backup opties. Ik heb een creditcard bij me waarvan ik de pincode weet. Ik heb een extra pinpas bij me van een andere bank. Daarvan heb ik echter de pincode niet. Die zou als het goed is wel naar mijn huis gestuurd moeten zijn. Dus ik ga zo meteen even checken of die pincode is aangekomen. Maar anders kan ik sowieso even pinnen met mijn creditcard. Bovendien heb ik €150 bij me en ik heb $150 bij me in cash. Dus het is geen major issue. Ik red me zeker de aankomende dagen zonder een pinpas. Maar het is niet relaxed. Dus ik ga eerst even met internetbankieren inloggen om te kijken of er iets van geld af wordt gehaald of zo. Ik weet niet, misschien ben ik hem gewoon kwijtgeraakt. Misschien is hij gestolen. Ik heb oprecht geen idee. Dus dat ga ik als eerste even checken. Checken wat de pincode is van die andere pinpas. Desnoods kan ik pinnen met mijn creditcard. En als ik je een tip mag geven, want ik heb namelijk een situatie
meegemaakt. De allereerste keer dat ik op reis ging in mijn eentje. Toen zat ik in Barcelona. Toen was mijn pinpas was geblokkeerd op een zaterdagavond. Nou, dan zijn er geen bankkantoren open in Nederland. Toen was mijn andere pinpas, want het was van dezelfde bank, was ook geblokkeerd. Ik zat letterlijk zonder geld op een zondag in Barcelona. Ik kon alleen maar roomservice bestellen, want ja, dat ging dan op de creditcard. Het was zo niet relaxed. Uiteindelijk heb ik dus mijn broertje geld laten overmaken met Western Union. En dat was echt top. Daar was ik zeg maar de hele tijd een beetje zeg maar aarzelend over of dat wel goed zou werken. Mocht je daarover twijfelen, Western Union is echt een super oplossing. Dus mocht nou niks hier werken, dan weet ik dat ik altijd nog kan vertrouwen op Western Union. Maar dat is niet het geval. Ik heb sowieso wel geld in cash ook achter de hand en dat soort dingen. Eerst maar eens kijken of er geld van mijn rekening af wordt gehaald. En eten. Ik heb van een oud collega die nu in Bangkok woont en die ik straks ook ga meeten, geleerd dat je in een crisissituatie zeker moet blijven eten. Want dan kan je nog rationeel blijven handelen. Dus dat ga ik even doen. Als het me toch gerust moet stellen, dan ga ik maar meteen voor mijn lievelingseten. Een pannenkoek met Nutella. Aangezien één pannenkoek geen pannenkoek is, heb ik er nog eentje met ananas besteld. En met kokos. Goedendag, je spreekt met Ivana Perkovic. Ik zit op dit moment in Thailand. En ik heb het idee dat ik mijn pinpas kwijt ben. Maar ik weet het niet zeker. Ik vind het niet echt een heel fijn gevoel om zeg maar ongeblokkeerd... tot morgen te laten wachten. Maar ik vroeg me af, als ik hem blokkeer en stel dat ik hem vind, is het dan mogelijk om hem weer te deblokkeren? Helemaal goed. Oké, dan heb ik nog 24 uur om mijn pas te zoeken. Anders gaat het hem niet worden. Helemaal goed, dankjewel. Dank je, dag. Hij had nog niet opgehangen en ik hoor hem echt zeggen, wat een aardige vrouw. Morgen dus nog even een goede zoektocht. Ik ga slapen, de wereld ziet er altijd anders uit. Na een dagje slaap wordt altijd beter. Morgen heb ik een werkdagje gepland, maar we gaan vast ook nog andere leuke dingen doen. Als je al geabonneerd bent, dan ga je natuurlijk mee achterop de fiets. Ben je nog niet geabonneerd en denk je, jammer, ik wil ook mee. Tuurlijk, je bent altijd van harte welkom. Abonneer je dan door hier één keer te klikken en dan ga je natuurlijk ook mee. Mocht je zoiets hebben van, nou, ik lees het wel eens in de comments, deze trefvlog is al afgelopen. Hier kan je de vorige aflevering alvast bekijken. Of als je, ja, wat ik zelf heel leuk vind om te doen, is zeg maar de trefvlogs van het begin helemaal terugkijken. Dus door hier te klikken kom je ook bij de afspeellijst van alle trefvlogs. En kan je ook een paar oude terugkijken, mocht je daar zin in hebben. Dankjewel voor het kijken. Welterusten. En ik zie je morgen weer.